Hallo mensen van een gamekanaal. Hallo mensen van een gamekanaal. Het is weer dinsdag en dat betekent dat het weer Skyblock is. We gaan weer een nieuwe opneemspree doen. Yeah. En we gaan eens even kijken wat we allemaal gaan doen vandaag. Wat we wilden doen was een huis gaan bouwen. Ik wilde dat eigenlijk een beetje verlichten. Deze rand. Waarom? Nou, hey, de vorige keer spannen daar moest. Weet je wat ik... ik zat de comments te lezen. Ja, ik lees de comments. Ja. We gaan even een... misschien snappen mensen al wat ik nu wil gaan doen. Nee. Vertel, wat de fuck ben ik mee bezig? Ik? Nee, ik. Hou je bek, Dave. Give me all your snowballs. Give me all your balls. Give me all your balls. I wanna have the balls. Sandy ball. Sandy snowballs. Ken je dat? De wat? Sandy balls. Sandy balls. Nee, zijn er niks. Nee, echt niet. Ook niet als ik Chimney Swift Skyblock Survival zeg of Rayleon Johnson. Sandy balls. Ja, dat is dus een echt park. Het is een bungalowpark. Volgens mij in Brittannië ergens. Die gekke Britten ook altijd. Gekke Britten. Maar goed, ja. En dat heet de Sandy Balls. En is een man die kan het heel mooi zeggen. Echt zo. Sandy Balls. Decent. Okay, daar is nog wat sneeuw. Dat ga ik pakken. Give me all the snow. Whoa. Let it snow, let it snow, let it snow. Dashing through the snow. Het zou dit weekend gaan fucking sneeuwen, maar nee. Maar nee, burp, burp, burp. Al leek het er wel op, want ik had een dropping in het bos. Ja, mijn mentor is een hele aardige klootzak. Eigenlijk is het kutwijf dan eerder, maar goed. Nee, ze is heel aardig, maar... Yeah. Zij heeft dus Atheneum 5 gevraagd. Ja, kom, we gaan ze laten schrikken en weet ik veel wat. Ah, we de klootzakken. En dus hebben ze ook een soort van... moest ook vragen beantwoorden, maar goed. Dus toen begon het op een gegeven moment volgens mij te sneeuwen, dacht ik. Natte sneeuw een beetje. Hoe maak je deze shit? Oké, we moeten eerst even... ik loop tegen de muur op. Wat ik ga doen is, ik ga even... Ik moet ergens een hok gaan maken ofzo. Een hok. Ik kan niet uithuilen. Zit iets in mijn oog. Oh. Oké, nou is het gone. And it's gone. And it's gone. Is ook een challenge maak een iglo? I don't know anything about it. Nee, volgens mij niet. Oh, dikke lag. Ik ben weer bezig met de randjes, zeg maar. Oh, god. There we go again. What are you talking about? Oh, please show me your big axe. I won't. Well, we are lucky then, 2J. Yes. Mensen denken hier echt van... Er moet iets bij ons in het gesprek zitten. I want to show you my axe. Oh, please show it. Moest eens weten, joh. Een gamekanaal gesprek. Ja, nee, het is echt. Dan denken ze soms, dat lees ik soms de comments en dan staat er zo van... Oh, er zit echt raar, ik snap er een ruk van. Nou, moet je eens voor één keer in het één gamekanaal gesprek komen, dan word je helemaal gek. Echt, je wordt langzamerhand, word je gewoon... Hoi. One of us. Ik ben even wat opnemen hoor, dus... Zo, dan weet je het ook. Mag niet uit, Dave. Ik knip het ervan uit. Nee. The one was open sleigh. I don't know it is too late, but the one was open sleigh. Home is where the war is at. Okay, ik heb best wel zin in kerst. Ik ook. Ik vind kerst altijd episch. Ook al is als deze episode online komt, bij ons is het nu 2 december en als die online komt is het 4 december. Ja, maar goed, dan is het dus, dat is nog niet eens, Sinterklaas nog niet eens afgelopen, goed.
Maar ik heb, ja, Sinterklaas doen we sowieso weinig aan. We doen mijn broertje. Ja, precies. Mijn broertje is nu 8. Mijn kleinste broertje is 8. En mijn moeder heeft hem, zeg maar, net verteld. Sinterklaas is nep. Oh, dat vind ik zo skeer, hè. Als ouders dat doen vlak voordat het Sinterklaas is. Ja. Doe het dan het jaar daarna. Ja, dat zat ik ook al. Dat vind ik, dat vind ik echt heel erg kut. Ja. Waarom zou je dat doen? Geef hem dat laatste jaartje nog. En niet vlak... Hé, hey, weet je wat je krijgt van Sinterklaas? Ja, oh ja, vergeet het te vertellen. Sinterklaas bestaat dus niet. Ja, weet je wat ook leuk is? Nou? Mijn broertje 25 november jaar. 25 november. Elke ochtend besloot mijn moeder hem dat te vertellen. Oh, no, he didn't. Kijk, en als smoes om hem stoer te laten voelen. Ja, want ik vind dat jij nu een grote jongen bent. En dat dus kan... Oh, please. Weet. Please. Oh, in de nether. Volgens mij zitten in de nether ook van die kutrandjes. Oh. Disconnect. Disconnect. Disconnected. Wap wow. Wap wow. Je moet mijn server laten zien. Zo'n grote lijst. Echt? Ja, en ik speel op geen van die servers eigenlijk. Kijk er af en toe een keer op. Ja, zeker. Ik heb ook wel eens dat ik gewoon random bij mensen binnen. Iemand zegt in de comments van kom naar deze server. En dan ga ik daar gewoon even kijken. Doe ik gewoon. Gewoon ik random. Niet. Ik wel, ik vind het grappig om te kijken wat ze dan hebben gebouwd. Nee, zo van, de meest eventjes server ever. En dan zeg ik zo, oké, show it. Show me all the bitches. Al als ik zulke comments zie, zal ik ze snel verwijderen. Want ik vind dat gewoon reclame maken om een video. Vind ik net maar dat maakt mij op zich niet uit. Reclame maken jou is niets meer mee. Wij maken ook reclame. Dus dat mogen andere mensen ook doen. Maar moeten ze op een eigen video doen. Wij maken ook reclame bij anderen. Maar zij hebben niet... zij hebben niet... hoe heet dat? De views die wij hebben. Precies. Kijk, ook dat. Maar ze hebben ook niet kansen gehad om... Er zijn zat commentators daar buiten, zeg maar, waarvan ik denk van... Kill, jij bent echt moken goed. Waarom heb jij nog niet zoveel views? Mm-hmm. En dat zie je gewoon. Dat sommige mensen daar gewoon... Ja, maar kijk, dan heb je ook weer... Kijk, als we dingen doen... Dan kan ik er nog mee leven. Als er echt mensen zijn die zo in controle hebben en dan gewoon zo gaan praten. Nee, het is een nee. Ik wil niet reclame maken van ik ben heel goed en nee. Nee. Nou, als je bedoelt, hey, pumpkin. Ik heb een pumpkin. En twee melons. You are very stoer. No, I'm very rich. You are very stoer. And rich. And very stoer. And rich. And very stoer. Dat ook. Jurgen, kom eens naar de nether? Nee. En fuck jou. Fuck jou dan. Nee, ik ben bezig. Ik ben een huis aan het bouwen. Yo. Ik ben bezig met een heel groot platform. Hebben we een deur nodig? Ik vind dat we geen deur nodig hebben. Ik wel. Nee, deur. Maakt het huis eigenlijk wel compleet? Nee, maar... Is een huis pas een huis als er een deur in zit? Vind ik wel. Ik vind het niet. Bitch. Moest ook glas maken, ja toch? Vast wel, ja. Even kijken, moet je iets met glas doen? Ik zie het. Ik ga wat cobblestone minen, want ik heb echt... Hey, we moeten ook nog een plateau maken voor de mushrooms. We moeten van die big red mushrooms maken. Remember? Klopt. Ja. Dat klopt. Hou je het wel belicht, anders krijg je dat weer. Ja. Oh nee, het is alweer nacht natuurlijk. Jeetje mina. Oké. Zo. Ik ben er best wel op een mooi huisje te worden. Yay, voor mijn huis. Toch of niet? Hm? Toch? Ja. Ja toch? Zo'n klein huis heet volgens mij een Pueblo. Pueblo? Pueblo. We zijn toch niet in fucking Mexico, Dave? Dat heet in Mexico. Habla español. Tu hablas español? Hablas en español. Sí, fly. Sí. No. No, consuelaste. No. Ja, ik kan dat zo goed.
gemaakt. No, no. What the fuck? Hé, hey, wat ben je nou? Hé, hey, je bent in de portal teruggegaan. Björn is gisteren naar Amsterdam geweest. En heeft hij lekker in de wallen gezeten. Met aangenomen. Nu!